Hoi en welkom. In deze les gaan we kijken naar stambomen en dan gaan we ook een oefening doen met autosomale overerving en met x-chromosomale overerving. De leerdoelen, je kunt een stamboom opstellen en hieruit de genotype afleiden. Dat is het. Nou, beginnen we even. Hey, je ziet hier een stamboom en allereerst is het goed om te weten dat alles wat een cirkel heeft een vrouw moet voorstellen en alles wat een vierkant heeft moet een man voorstellen. Nu zie je dat deze twee met elkaar verbonden zijn. Dat betekent dat dit nu een stelletje is en dat dit dus de kinderen zijn die uit voorkomt. En ik ga in deze les laten zien hoe je aan de hand van zo'n stamboom kunt zien wat de genotypen van de verschillende individuen zijn. Wat zijn de genotypen van nummertje 1 tot en met 5? En wat je even moet voorstellen is dat deze dus, wat geel is, een afwijkende fenotype heeft. Wat dat moet zijn, maakt niet uit. Dus zet er maar eventueel op pauze. Ik ga meteen met het antwoord door. Goed. Je kunt dus aan de hand hiervan zien wat de fenotypes zijn. Genotypes zijn. 1 en 2 zijn allebei heterozygoot. Hoe je dat nou met zekerheid weet, ga ik zo vertellen. Nummertje 3 is homozygoot recessief. Nummertje 4 weet je niet zeker. En nummertje 5 is hetzelfde. Die zou dus homozygoot dominant kunnen zijn of heterozygoot. Dat is een stelregel die je achterhoofd moet houden. Op het moment dat twee ouders met hetzelfde fenotype, in dit geval grijs, een nakomeling krijgen met een ander fenotype, nou hier geel, dan zijn beide ouders heterozygoot. Hoe zit het? Deze kan een kleine a doorgeven aan deze. Deze kan een kleine a doorgeven aan deze. Maar andersom zou het niet kunnen. Stel je voor dat deze allebei homozygote recessief zouden zijn, dan kunnen ze alleen een kleine a doorgeven. En zullen de nakomelingen allemaal hetzelfde zijn wat betreft dat ene erfelijke eigenschap. En hetzelfde ook als deze homozygoot dominant zijn, dan kunnen ze ook niet een nakomeling krijgen met een ander fenotype. Dus als je bij een toets of bij een examen een hele grote stamboom krijgt, dan is een van de dingen waar je op moet letten, zie ik ergens in zo'n stamboom twee ouders met hetzelfde fenotype verstopt die een nakomeling krijgen met een ander fenotype, dan weet je ook, oké, die zijn heterozygoot. Als je dat niet daarin staat, ja, dan moet het ergens in de tekst verstopt zijn. Goed, we doen dan nu een oefening met x-chromosomale overerving. We gebruiken gewoon dezelfde stamboom, ik heb hem een beetje aangepast. En de volgende vraag, persoon 4 is ziek door een erfelijke aandoening. Kan het zijn dat deze aandoening wordt veroorzaakt door een recessief x-chromosomaal gen? Zet hem even pauze, ik ga meteen door. Goed, hoe ik hem altijd oplos. Ik doe alsof het een x-chromosomaal gen is. Dus ik ga hem dan invullen, zo'n stamboom, met allerlei genotypes die dan bij een x-chromosomale afwijking zouden horen. En als ik dan iets tegenkom wat niet klopt, dan weet ik, oké, hij is niet x-chromosomaal, maar autosomaal. En als het helemaal klopt, dan weet ik met zekerheid, oké, het ging hier om een x-chromosomaal afwijking. Dus ik doe nu alsof ik met zekerheid weet dat het hier gaat om een recessief x-chromosomaal gen. Dan moet de, hier een moeder moet draagster zijn. En nou, papa is gezond, want die is grijs, dus dan kan ik dit hier wel bij ouders invullen. Dus moeder is gezond, hè, dat is het grijze vakje, papa is gezond, dus dan moet mama wel draagster zijn. Bij 3 kan die ook nog wel op, hè. De zoon lief zou dan een dominant allel van mama hebben gekregen en een eigen chromosoom van papa. Maar nu zie ik iets geks gebeuren. Ik zie namelijk dat als nummertje 4 ziek zou zijn door een recessief x-chromosomaal gen, dan zou zij homozygoot recessief moeten zijn. En nu wordt hij een beetje gek. Ik heb hem voor de gein ook even ingevuld. Dus moeder zou dan draagster moeten zijn. Hier klopt hij nog. He, die kleine recessieve allel komt dan bij mama vandaan. Maar bij papa wordt het een beetje lastig, want papa heeft alleen een dominant allel, dus die kan niks anders doorgeven. En op deze manier weet ik dus, oké, het gaat hier niet om een recessief x-chromosomaal gen, maar dit moet dan wel een autosomaal
gen zijn, een autosomale afwijking. Vaak moet je ook, uitleg bij geven. En op deze manier kun je het ook gewoon uitleggen. Nou, het is niet mogelijk, want bij papa, die kan alleen een dominant allel doorgeven, bla 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 bla. Je kunt in een stamboom kun je ook aanwijzingen vinden voor X-chromosomale overerving. Namelijk, X-chromosomale aandoeningen komen vaker bij mannen voor dan bij vrouwen. Mannen hebben maar één X-chromosoom, dus als daar eentje recessief is, zijn ze meteen de klos. Bij vrouwen kunnen soms nog wel eens recessief zijn. Mannen met de aandoening geven het niet door aan de zonen, maar wel aan kleinzonen via hun dochters. Oké, dit klinkt even heel vaag. We gaan even een voorbeeldje doen. Stel je voor dat deze persoon ziek is door een recessief X-chromosomaal gen. Dan kan het zijn dus dat hij de kleine recessieve X-chromosoom doorgeeft aan de dochter. Maar moeder is gezond, dus die geeft een dominant allel door. Maar op het moment dat deze twee nu kinderen gaan krijgen, kan zij natuurlijk wel, zij is nu draagster, het recessief allel doorgeven aan de zoon. Dus op die manier kun je het dus via je dochter doorgeven aan je kleinzoon. Je ziet het hier ook, hij heeft ook nog hier een dochter gekregen. En ook deze kan het dus doorgeven aan haar beide zoons. Goed, dat was het einde van deze les. Heel veel succes nog met leren en tot de volgende.